Hoi iedereen, 80.000ste keer dat ik probeer dit filmpje op te nemen. Dit is een room tour. En dan gaan we gewoon even spieken, want mijn vriend komt zo naar boven. En dat is grappig. Die gaan we gewoon even op de film zetten, dat is leuk. Tadaa, I love cat! Oké, kom maar hoor, gaat u maar. Oké. Genoeg. Wat genoeg? Genoeg mij gefilmd. Ja hoor, genoeg jou gefilmd. Even kijken. Dit is mijn deur. Kijk, een hele mooie tekening. Ja, prachtig. Dit komt door. Die, daar. En je mag weer. En een eiksticker. En oh mijn god, ik moet echt even naar achteren. Woe! En een poster. Schat, als je niet op beeld wilt, moet je weg. Nee. Ja, wat? Mijn vriendje is een beetje zagrijnig, denk ik. Nee, ontwijk mij maar gewoon. Dat kan ik niet. Ik kan je niet ontwijken. Oh, dramatisch. Oké, goed. Dan. Zo. Kijk. Zo. Dat is de deur aan de binnenkant. En dat zijn de examens. Dat is niet boeiend. En dit zijn twee brieven van meneer daar. Sorry, ik had je niet moeten filmen, ik weet het. Goed. Dan, troep van meneer daar. Meneer daar. Dat heet de kleren. Sorry. Oké, goed. Dit is even niet boeiend om te zien. Oh, nou, maakt niet uit. Even kijken, wat heb ik hier allemaal? Kaarsen. En nog meer kaarsen. En weet ik veel wat allemaal. Spelpuntjes voor de kermis. Wow, ik wou camera zeggen. Foto's. En het is een beetje niet overbelicht hier. Goed. En parfum. En oh. Daar mijn review spulletjes in. En nog wat andere spullen, want die kan ik even niet meer kwijt. Kokosolie daar. En zout. En zuiverings... Nee, niet zuivering. Nee. Baksoda. En dingetjes om dingen te maken. En nog meer parfum. En haardingen. En weet ik veel. Allemaal dingen. En dan gaan we even... Ja, schat, ik schuif even je tas aan de kant. Oh, ik moet gaan zitten. Oeh. Oké. En dan heb je hier de pantoffels. Mag ik even je pantoffels laten zien? Want dat zijn dezelfde als die van mij. Ja, dat is goed. Want dat is namelijk handig. Kijk, dat zijn deze pantoffels. Oh, uitzoomen. Met de hand. Die heb ik ook. Die liggen daar meestal. Dit is een make-up dingetje. Wat ik bijna nooit gebruik. Bakjes. En wat fotolijstjes. En papier. En dit is mijn fotoboek. En dit is het plakboek. Zo, dan gaan we staan. En daar mijn tassen. Tenminste, mijn reistassen dingen. Oeh, Jesus. Yeah. Zo, en dan heb je iets hier heel boeiends. Een flesje cola, die is niet van mij. Wacht, even anders. Zo, de bureau. Mijn bureaustoel. In dit kastje hier zit mijn make-up. Maar dat laat ik een andere keer zien. Op mijn bureau ligt of staat. Dit is een bakje met allemaal random spulletjes. Plakband, dat soort dingen. Mijn zonnebril, pen, overchipkaart, mijn deo, een foto. En nog wat andere spulletjes. Allemaal random. Oordopjes, de glossybox die ik aan het uitproberen ben. De twee. Een blaadje en haar dingen. Een muis. Mijn everyday bakje met al mijn verzorgingsspullen. Mijn kwasten. En mijn spiegel. Hallo! Ben ik raar aan het praten eigenlijk? Ik zal je niet filmen, sorry. Nee, je praat heel raar, dat klopt. Ik praat niet raar, ik praat leuk. Oh, ik film je nu alsnog. Oké, ik kom net uit de douche, dus
Ik hoef geen rare comments met dingen. Ik kom gewoon net uit de douche en jullie zien mij toch voornamelijk niet. Dit is mijn spiegel trouwens. Dit is van de IKEA. Sorry schat, je bent nou wel in beeld, maar het komt gewoon omdat je in de spiegel bent. Kan ik niks aan doen. En mijn kalender met een bazet. En de klok. En mijn Nintendo. Heb ik dat niet al net gezegd? Nee. Schoentjes. En daar zitten allemaal troep in, wat niet boeiend, gewoon echt niet boeiend is. Dit is niet handig om dit te zien. Want ik weet niet. Kijk maar, dit soort filmpjes. Oké, ik laat het alsnog niet zien, want ik weet hoe ze is. Dan gaat ze het ineens wel eens kijken. Dit zijn kaartjes voor schoonouders. Dat is hun cadeau. Dus dat gaan ze even niet laten zien. Artiskaarten, waar we binnenkort heen gaan. Wacht, ik heb jullie mijn andere muur laten zien. Tadaa! Hartstikke mooi. Daar denkt mijn vriend anders over, maar dat geeft niet. Oh, mijn ding is, wow. Dit zijn allemaal foto's. Kijk, daar ben ik. Oh nee, kijk daar, daar ben ik. Ha, toen ik klein was. En, oh ja, dat is nou eigenlijk wel handig dat mijn vriend erbij is, want dan gaan we even wat vragen. Waar heeft hij ook alweer gedaan? Popstars, toch? In ieder geval, dit was bij Koninginnedag en dit is Rowan. Ja. En Rowan die heeft meegedaan met iets en ik heb echt geen flauw idee meer wat het was. Popstars. Kijk, dit is mijn schoonpapa. Nee, X-Factor. Oh, X-Factor, jongens. X-Factor. Onthoud, X-Factor. Kijk. Hallo! Dat is meneer die niet in beeld wil. Op dit moment. Oh, kijk, hij is wakker. Ik ga hem jullie even showen. Dag, Scotty. Dat is mijn hamster. Ons hamstertje. Moet ik zeggen. Ja, je bent echt een poepie. Ja. En het is een hele luie hamster, want hij wil zijn tent niet uit. Dit is zijn tent, zie je. Die wil hij niet uit als je gaat eten. Dit is een leuk tegeltje. En dit zijn allemaal kaartjes die ik heb gehad van... Die daar. En dit is meneer zijn voer hier. Hallo. Dag, Scott. Kom maar. Oh, niet bang zijn. Kom maar. Hij is een beetje bang voor mij, denk ik. Kom maar. Kom dan. Komt omdat je telkens wakker maakt. Oh, hij komt ruiken. Hallo. Dit is mijn... Oh, dit is een beetje... Oké. Dit is zijn koekje. Dit is mijn nagellak ding. Ik moet er echt iets anders voor gaan vinden. Maar goed. Hallo, boef. Dit is mijn kledingkast. Ik wil een andere, maar ja, dat komt nog wel. En een prullenbak. Daarachter heb ik allemaal schoolspullen die echt binnenkort gewoon weg kunnen. Mijn raam. Ik weet niet of jullie geïnteresseerd zijn in mijn achtertuin. Dat is misschien wel leuk. De achtertuin. Hoi. Zo. En hier zitten nog wat cd's ding in, ja. En mijn reiskoffer. Dit zijn wat lijstjes die ik ga gebruiken zodra ik mijn kamer heb gedaan. Wil ik jullie voorstellen aan Hippo. Hippo zegt niet veel terug, want Hippo is een spapot. Dus die zegt niet zoveel. Mijn wake-up lamp. Zo. En in deze kast zit allemaal random spulletjes qua broekjes en hemdjes en dingetjes en mijn ondergoed en zo. Dat ga ik jullie echt niet showen. Sorry jongens. En nog een spiegel. Hallo. Kijk, dit is een hele lieve foto. Jullie kunnen vast wel herkennen wie dit is. Gewoon, dat herken je. Moet je niet lachen. Nee, dat is niet Bernie, schat. Dit is mijn diploma. Ja, zit in zijn rat. Film dat dan. Oh, dat moet ik filmen. Oh, je mag best harder praten, ze gaan je niet slaan. Kijk, ik moet even mijn hamster filmen als je in het ratje zit, heb ik net gehoord. Alleen, hij draait nu niet meer. Doe dan! Poepet. Nee, hij gaat weg. Hij houdt er niet zo van. Dit is een foto. Wow, dit is een foto van... Wacht, ik ga dit even anders aan jullie laten zien.
Dit is trouwens mijn lamp. Wacht, ik zal hem even uitzetten. Oh mijn god, mijn schilderij valt bijna. Winnie de Pooh. Ja, ik hou van Winnie de Pooh. Dat kan me lekker helemaal geen reet schelen. Aan de kant, schatje. Ben ik nog niet klaar? Nee, ik ben nog niet klaar, nee. Heb je nog wat te zeuren ook? Nee. Kijk. Dat is mijn schoonbroer. Lijken ze niet op elkaar? Moet je bellen, ja. En dat is mijn schoonmama en mijn schoonpapa. Oh, en die lamp is vervelend. Wacht. Ploe. Zien jullie zijn rug? Ik weet het niet. Wow, ja. Oké. En nou wou ik dus jullie mijn bed showen. Maar ja, nou zit meneer erop die niet gefilmd wil worden. Wacht, ik ga het even zo doen. Kijk, het bedje. Die heb ik van hem gehad. Voor mijn verjaardag. Zo, ik ga deze film even eindigen in de badkamer. Want anders gaat meneer zeuren hier. Dus loop mee, zo. Zeg even doei. Doei. Goed zo. Kijk, dit is onze badkamer. Ja. En dat ben ik. Hallo. Dus ik wil echt geen comments met... Oh my god, boo. Nee, ik heb net gedoucht. Dus weet je, ik ga me ook niet extreem leuk aanlopen kleden voor een filmpje. Waar gaat het over? Ik ga even de deur dicht doen. Zo. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga lekker niks doen. Nee, ik ga lekker niks doen. Ik ga wel twee filmpjes posten nu. Straks, zo meteen. Die zijn aan het uploaden. Ja, dat was het denk ik wel weer. Sorry dat ik niet veel naar jullie heb gekeken trouwens in deze outro. Ik ben een beetje vreemd aan het doen. Nou. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken. Doei!